kijken naar de bijstand, dan is er één stad die opvalt in het geheel. Terwijl namelijk landelijk het aantal bijstandsgerechtigden dus stijgt, zet Rotterdam een daling in. Is het simpelweg geen woorden maar daden? Of wat is het geheim van de Smit? En laat die Smit hier nou net op de bank zitten. Dat is de Rotterdamse wethouder Tim Versnel. Moet ik dan zeggen, knap werk. Gefeliciteerd. Dat mag je natuurlijk altijd zeggen. Kijk, wat we in Rotterdam doen is denk ik op een aantal manieren wel vernieuwend. En er zijn ongetwijfeld ook collega's in het land die ook goede dingen aan het doen zijn. Dus ik wil niemand tekort doen. Maar wat we in Rotterdam zien is dat het nu echt lukt om tegen de trend in, die inderdaad stijgend is, het aantal huishoudens die uit de bijstand weer aan het werk gaan, snel te laten toenemen. En dat heeft wel een aantal verklaringen. En ja, nu we onder ons zijn, wil ik best wel het geheim van de Smit. Nou, kom maar op, wat is de succesformule? Ja. Kijk, het allerbelangrijkste is de benadering van mensen. Dus je ziet ook in de afgelopen, zeg maar, 10, 20 jaar, dat de manier waarop over bijstandsgerechtigden wordt gesproken best wel eigenlijk fluctueert. Dus je hebt tijdperk waarin er wordt vooral lijkt te worden uitgegaan van dat iedereen een soort van potentiële fraudeur is, wat echt niet goed is. Maar we hebben ook gezien dat er een neiging is om mensen echt als zielig en kwetsbaar weg te zetten. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook echt niet goed is. En wat we nu in Rotterdam echt heel gericht proberen te doen, is mensen echt benaderen vanuit de potentie die ze hebben. Want elk van die mensen die in de bijstand zitten, en dat zijn in Rotterdam dus ruim 32.000... die hebben gewoon kwaliteiten. En die willen ook het allerliefst natuurlijk Maar even concreet, hoe doe je dat? De potentie zien van 32.000, dat zijn er nogal wat. Ja. Hoe zorg je daar dan voor? Daarvoor moet je dus zorgen dat je zo iemand ook echt een beetje kan leren kennen. Dus elk van die mensen bij ons in de bijstand heeft een werkcoach. En van oudsher moeten die hun aandacht over iedereen die in de bijstand zit gelijk verdelen. En we hebben geconstateerd dat als je mensen echt wil leren kennen en je wil ze ook helpen ontdekken weer wat hun eigen kunnen is en wat hun eigen kwaliteiten zijn, dan moet je daar meer tijd voor hebben. Dus wat we hebben gezegd is, we gaan eigenlijk niet meer iedereen tegelijk helpen, maar we gaan in groepen gaan we ze super intensief proberen te helpen. En dat is wat we nu aan het doen zijn. En dat betekent dat je jouw werkcoach niet meer 4 keer per jaar spreekt, maar elke week een uur fysiek. En dat betekent dat je ook echt wat kan opbouwen. Maar heb je dan niet veel meer coaches en dus ook veel meer geld nodig? Hoe werkt dat dan? Nee, want dat is dan echt het geheim van de Smit. We doen het ook met minder geld en minder werkcoaches. Maar dat betekent gewoon dat je moet kiezen. Dus wat we ook heel lang hebben gedaan, is mensen bij wie we in alle eerlijkheid ook kunnen zien van, het gaat voorlopig niet gebeuren, heel heftige scheidingssituaties, zware schuldenproblematiek of gezondheidsproblemen. Daar waren we toch ook elk jaar 4 keer mee aan het praten en we bereiken daar niks mee. Nou, dat doen we niet meer. En daarmee speel je eigenlijk een heleboel tijd vrij, zodat we mensen echt kunnen helpen om te ontdekken wat hun kwaliteiten zijn. Ja. En ze te helpen ook weer echt in die kracht te gaan staan. U noemt al 32.000 mensen, 32.000 verhalen. Zo heeft ieder ook zijn eigen verhaal. Op dit moment is het niet zo zelfsprekend om voor mezelf te zorgen. Soms gebruik ik citroenen voor onze oksels, omdat we geen douchegel konden kopen. Ik ruik niet lekker, ik zie er niet goed uit. Het klinkt heel raar, maar het maakt me echt onzeker. Het maakt me gewoon klein en nietig. Er komen heel veel dingen tekort. Gewone dingen, wat je dagelijks gebruikt. Eigenwaarde gaat omlaag, zelfvertrouwen gaat omlaag. En juist de spullen die jou wel een warm gevoel geven, dat heb je niet. Ja, dit zijn natuurlijk verhalen die symbool staan, helaas voor veel meer verhalen. Ik zag jullie ook allebei knikken. Ik kijk even naar de andere gasten bij het kijken naar dit fragment. Hennie, bekende verhalen rondom armoede, bijstand in de omgeving? Ik woon in Castricum. Daar heb je natuurlijk wel wat armoede. Maar, en ook zo'n etenbank, hè? Hoe noem je voedselbank. Dat? Voedselbank. Ik ben alle woorden kwijt, 's morgens. Voedselbank. Het is ook voor ons vroeg, Henny. Ja, nee. Nou, maar jullie zijn het gewend. Nee, maar niet zo intens als je in sommige plaatsen ook wel leest. Ja. Maar er zijn ook wel bij ons echt mensen die het niet breed hebben. Ja. En hij heeft natuurlijk ook veel televisieprogramma's gemaakt, waarin er misschien ook wel aandacht was voor mensen die wat extra konden gebruiken. En dan zit daar misschien nog een herinnering aan? Maar dat was dan meer bijvoorbeeld in Pijssen bij Groningen was dan het kattenvrouwtje. En die had dan 97 katten die ze allemaal zelf voerde en onderhield. Ja. En dan gaven wij dus uiteindelijk met een liedje van Cats met Anita Meijer, gaven we voor een jaar voer. Dat soort dingen deden we dan wel. Maar
voedselbankdingen niet zo snel. Want mensen schamen zich daar natuurlijk erg voor. En als het in een reportage zoals bij jullie tevoorschijn komt, dan is dat al heel wat. Maar dan heeft het toch iets journalistieks. Bij ons is het natuurlijk een show. Ja, in een show ga je niet zo met je billen bloot. Tim Versnel, kan ik me voorstellen dat hier meerdere wethouders zouden kunnen komen zitten en die zeggen, wij kiezen voor een persoonsgerichte aanpak. Wij hebben een coach die iemand van begin tot eind volgt. En toch zegt u, ik doe iets anders dan mijn collega's. Ja, maar dat zit hem dus ook wel echt hierin. Hè? Dus we benaderen mensen niet in hun kwetsbaarheid. We doen niet alsof mensen zielig zijn, maar we zien juist de kwaliteiten van die mensen. Maar ook dat kunnen uw collega's hier wel eens vertellen, denk ik. Ja, wellicht, maar wij doen het ook echt. En we hebben dus ook het aantoonbare resultaat. Ja. Daarnaast doen we ook wel een aantal dingen heel anders, waardoor we ook minder mensen in de uitkering krijgen. Het is op veel plekken in Nederland zo dat als je bijstand aanvraagt, dan wordt gekeken of je recht hebt op de uitkering. En dan krijg je die. En dan na een verloop van tijd word je een keer uitgenodigd om weer te praten over weer aan het werk gaan. En wij doen het sinds kort eigenlijk heel anders. Wat wij doen is, we kijken of je recht hebt op een uitkering. Maar we nodigen je ook uit op een nieuwe locatie van de gemeente. Waar we vooral ook gaan kijken, is die uitkering nou ook echt nodig? Want wat je ziet is dat veel mensen vragen uiteindelijk bijstand aan. Niet omdat ze niet kunnen werken, maar omdat ze het gewoon even niet meer weten. Omdat er allerlei problemen spelen. Dat kan in het gezin zijn, dat kan met schulden zijn. En dat kan ook gewoon zijn, baan kwijtgeraakt. En ik heb geen idee wat ik nu moet. En dan vraag je een uitkering. Dus jullie beginnen al helemaal aan het begin eigenlijk. Nog voordat die aanvraag helemaal rond is, gaan jullie al met mensen in gesprek. Dan gaan we 4 weken super intensief met mensen aan de slag. Dan zorgen we dat die schulden op orde worden gebracht. Dan zorgen we dat de ondersteuning komt in het gezin als dat nodig is. En dan gaan ze ter plekke ook gelijk kennis maken met allerlei werkgevers. Om te zien of daar niet toch iets bij zit waar je ineens weer wat enthousiasme voor kan krijgen. En dan zien we heel vaak dat mensen dus aan het eind van die 4 weken helemaal die uitkering niet nodig hebben. Maar dat ze gewoon gelijk doorgaan naar een baan. Ja, want ik las dus ook, we krijgen natuurlijk informatie over onze gasten, dat u daar ook zelf wel eens een rol in heeft gespeeld. Ja, ik bedoel, want ik ben er natuurlijk gek op om te zorgen dat die matches ook ontstaan. Want kijk, ik spreek heel veel werkgevers. Ik ben elke week bezoek ik meerdere bedrijven. En die zitten natuurlijk allemaal met de handen in het haar, want iedereen heeft personeel nodig. En die zeggen van, ja, wethouder, er reageert niemand meer op mijn vacatures. En dan zeg ik van, nou, ik heb goed nieuws. Want ik heb meer dan 32.000 mensen die zitten te wachten op dus die kant. Dus dan ga je eigenlijk daar ter plekke gewoon, nou, misschien is dit wel wat voor u. Ja, en je ziet, veel werkgevers moeten wel ook even een denkslag maken. Want die hebben ook een verkeerd beeld van wat die mensen in de bijstand te bieden hebben. Als gevolg van al die jaren waarin er ook verkeerd over is gesproken eigenlijk. Namelijk, mensen willen niet of willen, weet je wel, of zijn zielig, zwak en misselijk. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die willen niets liever dan die goede kans. En dan brengen we ze bij elkaar. Kan Europa nog wat van leren, toch? Van die opgestroopte mouwen, Malik Asmani? Ja, het is Rotterdamse aanpak, hè? Ja. Nee, het is heel mooi om te horen. Het is vreselijk om in armoede te leven. In Europa hebben we daar ook echt aandacht voor. Zeker in sommige landen is armoede erg hoog. En uiteindelijk gaat het om eigenwaarde van mensen. En dat mensen maximaal uit hun leven kunnen halen. U wilt in ieder geval naar de onder de 30.000 zien te komen. Dus aan het einde van deze termijn. Mooi streven. Precies. Nog even doorpakken. Nog even de schouders eronder. Maar weet je, elk gezin waarbij we die armoede kunnen oplossen en elke werkgever die weer een goede kracht erbij heeft, is gewoon winst voor ons allemaal. Dus beuk erin. Nou, bedankt voor dit positieve verhaal.